Test. Ja, al met al is er toch nog één keer genaaid bij Picobello. Ja. Dus de gemeente. Ja, de gemeente. De gemeente is goed genaaid geworden. Ja. 14 april zien we toch ook al. 14 april zien we wat? Met schutterij. Want dat is een vrijdag. Hij is aan het filmen, hè? Ja, dat maakt niet uit. Maar binnenkort is ook weer op locatie in Uien dan. Ja, dat zullen we eens mooi zien weer. Want de Bogert is verkocht. Ja. Er zit een nieuwe eigenaar. Nieuwe eigenaar, ja. Die kan er wel mooi van maken. Ja. In, wat wordt ze verwacht in het verjaar, in mei een keer dat het open gaat? Kunnen we buiten op het terras zetten? Kunnen we een keer aangaan, hè? Ja, vind ik wel. Dat maakt wel een rommeltje van, dat is ook maar. Een boom gaan ze ook gewoon zo kunnen laten zakken weer. Nou, het was de meiboom, hè? Ja, ja, dat weet ik wel. Hebben ze hem niet wat vroeg dan ondergehaald dan? Ja. Het is nog geen mei. Nee, waarom niet in stukken? Half weg was aan een keer. Nee, ja. Maar het was wel een spectaculaire valpartij. Dat was ook. Ja. Maar ja, stuk en stukken maken hebben ze er ook van gemaakt, hè? Ja, hebben ze ook. Maar dan auto, dat was niet de bedoeling volgens mij. Dan had het niet overleefd. Nee, hij had het niet overleefd. Ja, dat was genezen in een auto volgens mij. Van Helligers. Oh. Ja. Ja, dat zijn ze wel een goede geproefd hebben, nou denk ik. Ja, vaarwel Bruno. Vaarwel. Pater Bruno is vertrokken. Ja, terug naar Vught. Of waar ging hij in? Zundert. Zundert, ja. En hij was teruggeroepen. Was op het matje komen. Ja, dat is geen oproepkracht, is dat, denk ik. Ja? Ja, ik denk het wel. Maar zou die nooit meer terugkomen naar Bergen? Want ik had begrepen dat hij ook familie had hier in de omgeving. Ergens. Ja, maar daar werd niet naar gekeken, hè? Nee, maar hij zal nog wel een keertje terug hier ons dorpje Bergen aangaan. Ja, dat is voor hem niet. Dat is allemaal een stukje. Ja, het is wel van niet Zundert. Ja. Ik weet niet eens van Zundert. Ja, dan ben je Roosendaal niet meer. Roosendaal? Ja. Dat zit trouwens in Zeeland. Ja. Ja, dat al twee dingen. Hans Valks, 10 jaar bestaan al van mijn dorpje. Ja, dat is ver gewerkt, hebben ze dat gehad. Dus, of het tweede lustrum, zeggen ze ook wel eens. Hè. Ja, dat kan ook. Ja, maar die brief van daar gewoon. Mooie veertige plekken. Je gaat weer een buisje maken. Ja, waarschijnlijk wel. Had plannen voor een derde boek. Het zou al meer een fotobuisje zien, hè? Ja, zou kunnen. Want qua verhalen, teksten, is er niet zo heel veel in, meen ik. Ja, dat weet ik niet. Let dan wat ze aanleveren van de oude tijd en zo. Ja, ja. En, maar het zien vooral voor de oud beeldmateriaal. Veel wel. Ja, ja. Ja, ook wel wat actueel, maar... Nou, succes, Hansen. Ja. Maar ik vind het wel mooi, dus een beetje, ja, dat er een beetje bijgehouden wordt allemaal zo. Ja, ik weet het, als archief. Ja. Vies het Hans. Ja, dat is met dat opruimen allemaal. Dat, ik weet niet hoe dat gaat. Nou, er zien iets van, zoals ik heb begrepen, in de gemeente Bergen, iets van 13 verenigingen die zich ervoor hadden opgegeven. Ja. Zeg maar de Maas Cleanup was dat. We hebben al allerlei dingen gehad, ik weet het allemaal niet meer, NL Doet en ja, en nou is de Maas Cleanup. Iets van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen die zich daar... Dan mag er ook niks meer liggen eigenlijk. Nou, dat loopt eigenlijk gewoon gedurende maart en april. Dan hebben ze van de vrijwilligers van de volleybalclub Montenjaars, die hebben al een dag doorlopen prikken en opruimen. Van de vrouwen Maasduinen. Ja, maar ook, zeg maar de vrouwenbond van Bergen. Ja. Maar duimpje, goed bezig. Jazeker, prima. Zeker. Prima bezig. Werk. Ja, en dan was er nog nieuws vanuit Bergen toen en nu. De oude heemkundevereniging van hier van Bergen, Nijbergen. En Uien. Ja, en Bergen. Ja, dat zeg ik, Bergen, Nijbergen. Ja, ja. En Uien. En Uien. Daar zitten een paar zeg maar mede-oprichters, zijn ermee gestopt. Die zijn ermee gestopt. Als bestuurslid in ieder geval, zien nog wel steunend en zo, dus doen nog wel dingetjes. Maar dat was Ben Giezen en, hoe heet dat, Fruiken van de Best? Nelly. Nelly en Ben, ja. Bedankt voor, ja, de, voor alle dingen die voor het karttrekkerij van de Bergen toen en nu. Ja. En succes verder nog. Ja. Ja, die Durfschoot. Nijbergen. Die is goed bezig geweest, hè? Goed bezig, ja. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om geld weg te geven, hè? Ja. Zeker als het van een ander is.
Oké, maar je moet er wel liggen. Je moet er hebben liggen, ja. En je moet het ook kunnen. Ja. Maar in ieder geval de dorpsraad Nijbergen, een check van 1500 euro, ik wou gulden zeggen. Ja, dat maakt niet uit. Gegeven aan, aan wie wel eens? Kindervakantie. Oh ja. Dus die zien weer een beetje, hebben weer wat spullen terug en kunnen ze kopen. Weer kindervakantie werken, ja. Dus inderdaad. Dus goed bedoeld dus. Was ingebroken, ja. Geweest, een hoop rotzooi, ja. Hoop kapot gemaakt, hoop wat gestolen ook het een en ander. Het goede grijp meegenomen. Ja. Ja. 1500 euro voor kindervakantiewerk bergen. Goed. Dat zien die moet zich wel heel erg goed voelen. Ja, ja. Maar volgens mij is dat bij je best in goed kieken. Sim van der Zeeuw hebben we, ja, het over. Offerse, ja, voetbalkwaps, ja, elke week op Maasduin Centraal. Ja. Maar ben Messi gaan kijken? Ja. Hij had er weer op de kamer geen foto van Messi hangen. Maar hij gehoord dat er een foto van hem bij Messi hangt. Kijk. Messi had, ja, een foto, een poster van Sim van, ja, der Zeeuw op zijn kamer. Ja, kijk. Moet niet gekker worden. Dat is offerse voetbalkwaps. Ja. Nadeelcompensatie. Toen, ja, had er alles van gehoord. Ik niet. Dat had er wel aan een zwaar over na zitten denken, denk ik. Dat had, ja, waarschijnlijk een broodje opgezet, hè. Ja, zo'n onderzoeksbureau, ja, wat een andere naam, ja, voor plantschade verzinnen. Want plantschade, dat had een beetje een negatieve klank. Nadeelcompensatie. Ja. 750.000 euro moet de gemeente betalen voor... 754, ja. Nog meer? Ja, geloof wel. Van de Picobello wel, ja, de oude Picobello. Ja, die... Dat is geld. Dat hebben we allemaal slimmer was. Ja. En hij heeft het goed voor de hand gedaan. Dat is goed voor de hand, ja zeker. Was het nog van Neil Timmermans? Ja, 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 ja. Ja. Oké, okay, dat weg. Ja, ja, ja. Dan hebben we er niet al iets weg. Nee, dat klopt wel. Maar in ieder geval, het perceel wat van de Picobello is verkocht, komen appartementen op, ja, huizen. Ja. Een stuk of 11. Tenminste. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, want in Den Haag is nog steeds crisisberaad. Hè? Hoe ze het allemaal moeten regelen, ja, met de huizenbouw en de stikstof en de hele tralala. En hoe zit dat daar zien met die grondzuivering? Het is gewoon grondverklaring, ja, bij Picobello. Daar zit nog wel wat in die, ja, grondverklaring. Dat zou kunnen. Nee. Niks vergeten? Nee, ze hebben mij niet gevraagd. Maar je hebt wel gekeken? Ik dacht dat je onderhand dat ik aan de beurt zie. Brandt op Bergen weer een paar oefendagen gehad, ja, op Laverhoek. Ja. Ja, nou, dat is niet verkeerd, hè. Lesje vliegtuig blussen. Ja. Ja, ik kan niet alle dagen ver, hè. Nee, dat is... Nee. Dat is en mocht er een keer gebeuren dat er een paar vliegtuigen hier in de toren, ja, erin, ja, knallen. De brandweer is voorbereid. En een paar vliegen opgelost. Of hoe noem je dat? Twee vliegen in één klap? Die zijn meteen weg. Toren weg? Ja. Ken de sticker al? Hi. Ja, ik... Daarom wel. Ik hou van de Maasduinen. Ik heb het nooit plakken. Haal ook van de Maasduinen dan? Ik wel. Ja, altijd. Dan moeten ze een stickertje eigenlijk op de kiep zetten. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even weer een duimpje. Duimpje, ja. Hey, en daaronder. Op het reageren. Fijn weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Oh, ja. En droog weer. Nou, zou het? Ja. Wat maar. Het zegt dat het net doet. Toen. Ja. Manon. Ja, zijn die ook van de Maasduinen halen? Zouden ze ervan houden? En wat zou de favoriete plekje zien? Ja, dan moet ze dan ons maar eens bekendmaken. Ja. Daar heb ik. Knip, Erik.